Eerst en vooral wil ik natuurlijk iedereen jouw goedemorgen wensen en welkom heten op ons webinar over de digitalisering van de douane en de Union Customs Code. Ja, ik heb er straks al kort even ook in de chat gezet met een korte dienstmededeling om iedereen te laten weten dat we dit seminarie gaan opnemen met de mogelijkheid om het dan later aan de registranten ook te kunnen verspreiden. Ik neem aan dat er op zich geen bezwaar is om dat te doen. Je zal ook merken inderdaad dat de microfoon en de camera automatisch gedeactiveerd zijn. Dus daar hoef je ook geen zorgen in te maken. Gebruik van de chat is wel mogelijk en toegestaan uiteraard. We stellen voor dat als er vragen zijn gaandeweg het webinar, dat de vragen in de chat genoteerd worden. Zodat we op het einde van de sessie die vragen kunnen overlopen. Mocht er door tijdsgebrek geen mogelijkheid zijn om die vragen nog te overlopen, dan kunnen we uiteraard achteraf nog de antwoorden ook aan iedereen verspreiden. In elk geval ook bedankt voor de geweldige opkomst. Het is duidelijk dat jullie allemaal sterk geïnteresseerd zijn in hoe het douanelandschap er in de nabije toekomst zal uitzien. En dat is maar goed ook, want eigenlijk willen we in één keer met de deur in huis vallen. Zijnde dat we, waarom eigenlijk dat we dit seminarie of dit webinar in gang hebben gezet. Het is namelijk heel erg belangrijk om goed voorbereid te zijn op alles wat er douanetechnisch op ons afkomt. En ja, hoe kan je dan goed voorbereid zijn? Eerst en vooral is het natuurlijk belangrijk om de juiste terminologie te kunnen koppelen aan de juiste betekenis. Dat is een eerste aspect. Vervolgens is het ook nuttig om de tijdslijn te kennen waarop elk van de nieuwe elementen in voegen wordt gebracht. Het is ook belangrijk om die nieuwigheden te omarmen, want hoe dat je het ook draait of keert, ze komen er toch aan. We zullen ze niet kunnen tegenhouden. En in die zin is het dan ook heel erg belangrijk om je als organisatie te gaan voorbereiden. Niet alleen organisatorisch, procesmatig en ook systeemtechnisch, maar zeker ook jullie mensen, jullie personeel niet te vergeten om ze op de juiste manier de juiste kennis te kunnen verschaffen. In die zin is het ook niet evident om bos door de bomen te blijven zien met al die verschillende afkortingen die er op ons afkomen. En het is net die zaken die we graag met jullie tijdens dit webinar willen overlopen en wat meer duiding bijgeven, en gekoppeld ook aan die tijdslijn. En het zal daarbij denk ik ook snel duidelijk zijn dat het ondertussen al 11:55 is, want er komt heel veel op ons af en bovendien op zeer korte termijn. Dus time for action, met andere woorden. Nu, het is natuurlijk niet de bedoeling dat we jullie schrik gaan aanjagen met dit webinar. Net in tegendeel, het is de bedoeling dat we jullie op het juiste pad zetten, dat we jullie in de juiste richting kunnen laten evolueren. En daarom komen er ook een aantal sprekers aan bod die we toch heel kort eventjes willen toelichten. Want niet voor iedereen zal iedereen een bekend gezicht zijn. Dus vandaar is de eerste spreker ben ik zelf. Sofie, even naar de volgende. Ja, dankjewel. Dus de eerste spreker ben ik zelf. Ik kan me eigenlijk het gemakkelijk maken. Ik kan mij beperken tot de inleiding, want dan ga ik het aan de experts in kwestie overlaten. Nu, ik zelf ben Christophe, die sinds 2003 bij Organi actief is. En vandaag bekleed ik de rol van Business Unit Manager voor onze logistieke sector. En u heeft daar ook in één keer mijn coördinaten ter beschikking. Straks gaan we ook het woord geven aan Sophie, mijn collega Senior Business Consultant voor onze OLS Customs toepassing, die sinds 2012 actief is bij Organi. En ook haar contactgegevens worden vermeld. De bedoeling is ook dat we de presentatie achteraf nog gaan verspreiden, zodat u ook over die data beschikt natuurlijk. En tot slot zijn we heel erg verheugd dat we Luc Sambre in ons midden hebben met zijn jarenlange ervaring op vlak van douanematerie. Actueel is Luc Sambre Head of Customs and Excise Solutions bij BDO. Maar daar zal hij straks nog wel wat meer duiding bij geven. We kunnen in één keer even kijken naar de agenda, hoe dat die er voor vandaag uitziet. In eerste instantie willen we een heel korte voorstelling geven over Organi en ook over BDO, telkens in een drietal slides. Want ook hier, niet voor iedereen zal Organi een bekend bedrijf zijn en BDO misschien ook niet. Dus vandaar dat we dat toch kort even willen duiden. En daarna begint natuurlijk het belangrijkste stuk voor vandaag, zijnde de toelichting over UCC, gevolgd door de IT-projecten in het kader van UCC, om te eindigen met een conclusie. Dan gaan we beginnen met een korte voorstelling over Organi zelf. Dus
Organi is vandaag de dag een IT-dienstverlener met core focus op software. Dat is onze main business. Maar daarnaast kunnen we ook hardware verzorgen. En uiteraard spreekt het voor zich dat we alle aanverwante diensten die daar rond betrekking hebben, ook mee verzorgen. De doelstelling is dat we met de producten en diensten die we aanbieden, willen we een hefboom creëren. Vandaar ook onze slogan natuurlijk, Organi Your Profit. Als we eventjes kijken naar de marktsegmenten waarin dat we actief zijn, dan is het zo dat we vandaag standaard oplossingen aanbieden in 4 verticals: gerechtsdeurwaarders, boekhouding en accountantskantoren, handel en industriële bedrijven, klassieke ERP zeg maar, en dan ook de logistieke dienstverlening. Als we even meer inzoomen specifiek naar ons douaneproduct, dan is het zo dat dat de douaneoplossing onder onze logistieke vertical resorteert. Maar natuurlijk zien we wel dat er in ons cliënteel zowel customs gebruikers klant zijn, maar ook evengoed industriële bedrijven die een zeker volume hebben en op die manier hun eigen douaneformaliteiten willen voldoen. In de laatste dia willen we nog kort een update geven met een aantal cijfers over Organi. Onze referentielijst stelt vandaag meer dan 200 klanten verdeeld over onze diverse sectoren. In 2020 hebben we ook de eerste keer de kaap van de 10 miljoen euro omzet overschreden. Maar we zijn vooral trots eigenlijk op onze klantengetrouwheid. 96% is toch iets om in de kijker in de spotlights te zetten. En eigenlijk zien we hetzelfde ook een beetje terugkomen, zelfs bij ons personeelsbestand. Dus een beetje atypisch voor een IT-onderneming, maar toch wel belangrijk voor ons cliënteel dat die met vertrouwde gezichten die continuïteit tegemoet kunnen gaan. Ons personeelsbestand trouwens is ondertussen uitgebreid tot net voorbij de 90 medewerkers. Dus we zijn zeker geen klein IT-bedrijfje niet meer. Ook zijn we opgericht in 1977, waarmee dat het denk ik duidelijk is dat we vandaag geen eendagsvlieg zijn in de IT-wereld. Goed, zoals gezegd, 3 slides. Meer dan dat willen we er niet aan besteden, omdat we de focus willen geven naar UCC. En dan wil ik bij deze heel graag het woord geven aan Luc, die ons wat meer duiding zal geven bij BDO zelf, over hemzelf en ook de eerste stapjes rond UCC verder zal toelichten. Luc, de floor is yours. Je bent nog gemute, Luc, denk ik. Kan je even kijken? Mijn excuus, het stond nog af. Mijn excuus. En goedemorgen iedereen. Op de eerste plaats, Christophe, Sophie, dank voor de uitnodiging. Het is in ieder geval een zeer boeiende topic waarover vandaag gaat gesproken worden. Heel even in het kort, wie ben ik? Zoals dat Christophe reeds aangegeven heeft, redelijk atypisch voor de consultingsector, terechtgekomen in de douaneagenturenwereld en met name ook in het consultinggegeven en de commerciële begeleiding daaromtrent. En nu hoofd sinds een 2-tal jaar Head of Customs and Excise Solutions, waarover ik uiteraard jullie graag op een later tijdstip wel eens wat uitleg geef. Nu, voor zij die BDO niet kennen, ik heb 2 slides. Ik heb een slide over wat is eigenlijk BDO België. En ik heb een slide over BDO Global. BDO België, om het u te situeren, wij doen een omzetrealisatie in België van 105 miljoen euro. We zitten ongeveer om en rond de 800, nu zelfs 900 medewerkers in België. En in plaats van 11 kantoren zitten we zelfs momenteel op een 12-tal kantoren op de meest strategische plaatsen in België gevestigd. BDO focust zich op accounting en reporting, advisory, audit assurance en tax en legal, waaronder dan met name ook het douaneluik zit. Een korte situering BDO in de wereld, omdat BDO behoort eigenlijk tot wat ik zal noemen de Big Five. In haar league is BDO eigenlijk een van de grotere, maar ik denk dat kwantiteit niet primeert. Ik denk dat kwaliteit primeert. Maar BDO is toch wel zeer aanwezig in de wereld.
waar dat we op dit ogenblik praten over in totaliteit 1700 kantoren. We zijn aanwezig in ongeveer 170 landen over heel de wereld. En in, u ziet de cijfers staan. Ik ga het u rustig laten lezen en u kan het ook nalezen na het webinar, veronderstel ik. De cijfers spreken voor zich dat BDO toch wel een rol vertegenwoordigt in, het, in de consulting. Dan, last but not least, waar staat BDO Customs in België voor? Ik noem dat de saga van, of de story van een zelfsturend en holistische benadering. Klinkt allemaal zeer bombastisch, maar dat is het niet. We benaderen op een zeer praktische, pragmatische wijze. Op een heel hands-on benadering spreken we of werken we rond screening, dus douaneaudits, advies. Advies in de breedste zin van het woord. Guidance, we begeleiden bij de meest eenvoudige vergunningen of vergunningsaanvragen tot het meest complexe begeleiding bij een AEO-traject. En dan last but not least onze Customs Academy, waar we inzetten op in-company trainingen en op e-learning, waarvan sommige van u reeds op de hoogte zijn. Ik laat terug de floor aan Sophie, als ik me niet vergis. Op zich wil ik u even nog op weg zetten, Luc, maar de volgende slides zijn ook voor u. Ah, oké. Okay. Ja, ik heb hier een dus slide tussen, maar dat is niet zo erg. Nee. Dus dat versprong hier, maar mijn excuus voor de technische onderbreking, laat me het zo nemen. Wat ik u vandaag bij ga begeleiden, of waar ik u toch een idee over wil geven, is de situering van de problematiek. De situering van de problematiek is dat er is sinds mei 2016, u wellicht allen bekend, de Union Customs Code, zoals dat men het mooi in het Engels zegt, of in een andere benaming hanteert men het gegeven douanewetboek van de Unie. Douanewetboek van de Unie, daarin zijn redelijk wat regels in vastgelegd, zoals men dat mooi zegt, douaneregels en procedures, in zowel de regelgeving as such, maar ook de Delegated Acts, Implementing Acts en Transitional Acts. Dus er zijn heel wat acts die daarin spelen, waar dat het de doelstelling is om rekening houdend of in te spelen op de moderne handelsrealiteit enerzijds en dit uiteraard met de moderne communicatiemiddelen waar dat eigenlijk de reflectie gaat dat de Union Customs Code, als mensen aan mij vragen waar staat eigenlijk de Union Customs Code voor, buiten alle regelgeving die daaraan verbonden is en die daar in mooie boekwerken in vastgelegd is. Dat is de essentie gaat er eigenlijk over dat men van een transactionele benadering naar een system-based approach gaat. Transactioneel van het pure douane-document dat we met z'n allen kennen. En de vakken gaan we stelselmatig, en waarover meer straks zal verteld worden, naar een system-based approach of een approach waarbij dat datasets of data-elementen of gegevenselementen een zeer belangrijke rol gaan spelen. Dus u voelt mij al langzaam en zeker komen in de context van het webinar met Organi. Betekent het uiteraard dat het zeer belangrijk is om een upgrade te gaan doen van uw elektronische systemen. Dit betekent de elektronische systemen vanuit de respectievelijke overheden, als daar zijn PLDA, maar ook in een bredere context EMCS, AES, noem maar op wat. Er zijn redelijk wat elektronische systemen die daar een weg in zullen ontwikkelen. In de volgende slide, als mijn chronologie juist is, Sophie, hebben we is even een duiding gegeven van de respectievelijke stakeholders.
die we in de global value chain, of ik noem dat altijd de douanewaardeketen en documentenstroom, zal ik maar zeggen, waar dat je toch een multitude aan stakeholders tegenkomt en ziet waar dat u mogelijkerwijze dagelijks mee geconfronteerd wordt. En je ziet daar op deze schematische voorstelling, zie je allemaal een heleboel zwarte lijnen. Wat ik altijd noem, het zijn geen zwarte lijnen, maar het zijn communicatielijnen. Het is een communicatie die heen en weer gaat tussen de verschillende instellingen, zowel van business to business, als van business to government, als van government to government. Dus je hebt daar redelijk wat betrokken partijen in die een noodzaak hebben aan communicatie. En dat brengt ons naadloos tot het aspect dat er in de context van de Union Customs Code of het douanewetboek van de Unie, dat er duidelijkheid moest geschept worden over mogelijke afspraken. En die afspraken brengen ons dan op onze beurt naadloos naar het wat wij noemen het ECDM, of in een zeer uitgebreidere vorm het European Customs Data Model. Nu, wat is het European Customs Data Model? Het European Customs Data Model is een model dat zich specifiek richt om, zoals ik in de vorige slides heb aangegeven, dat er de douanesystemen, maar niet alleen de nationale, maar dus de trans-Europese douanesystemen, gaan meer en meer op elkaar afgestemd worden. Wat zijn de trans-Europese douanesystemen? Die zijn zoals een NCTS, een EMS, EMCS, een AES, een ICS. Dat zijn allemaal afkortingen waar dat we dadelijk ook wel wat verder over zullen praten met Sophie en met Christophe. Maar anderzijds heb je dus buiten het model staan voor de trans-Europese douanesystemen, is het ook een belangrijk item, een belangrijke basis voor de nationale douanedeclaratiesystemen in de Europese Unie. Ja. Zoals wellicht iedereen weet, is het belangrijk dat er op basis van de Europese douanewetgeving, op basis van de benadering die men gaat hebben van transactioneel naar system-based, is het wel degelijk van belang dat er wordt vastgelegd welke gegevens een zeer belangrijke en prominente rol zullen opnemen op voor iedereen een zeer korte termijn. Ik spreek dan al over eind volgend jaar dat er bepaalde zaken zullen gebeuren, maar waarover later door Sophie meer. Het geldt dus als een technisch instrument as such, een leidraad voor de gegevens die wij daarbij zullen moeten hanteren. De doelstelling van het ECDM is om een algemene afgestemde en gezaghebbende informatiebron te hebben die vastgelegd is vanuit de context van de Europese Unie en dit met de respectievelijke stakeholders vanuit de volledige supply chain. Wat is de basis eigenlijk van het ECDM? Het ECDM, de basis daarvan is dat, zoals dat ik net zei, alle actoren, alle stakeholders zijn er hierin betrokken geweest en met name dus eigenlijk ook de economische operatoren om te kijken en te overleggen welke datasets bij uitbreiding, dus niet meer het enige document met haar vakjes, maar welke datasets dat van belang zullen zijn of belang zullen hebben in de toekomst en dit afgestemd met de douaneautoriteiten op Europees gebied en uiteraard op nationaal gebied. Nu, wat belangrijk is, is ook dat het niet enkel, zoals dat de bewoording as such zegt,
dat het European Customs Data Model het European de Customs Data Model is. Het is belangrijk dat door de globalisering, door de meer en meer complexere communicatiestromen, maar ook regelgeving en technologieën, is het niet enkel een Europees douane datamodel, maar heeft dit een basis gevonden en een samenwerking ook met de Werelddouaneorganisatie of de WCO, World Customs Organization. Nu, wat is het belangrijkste dat ik u allen wil meegeven? Het belangrijkste is dat we hebben corona gehad, helaas. We hebben Brexit gehad. We hebben redelijk wat handelsoorlogen gehad en zullen die nog verder hebben. Maar dat heeft eigenlijk gemaakt dat de meerderheid van de supply chain zich... toch wel een klein beetje heeft laten in het slaap wiegen, zal ik maar zeggen, over wat er echt wel als een lawine op ons af gaat komen. Ik wil niet aan doemdenkerij en aan doemdenkscenario's deelnemen, maar gisteravond hadden we vanuit BDO een event over lifelong learning, waarop Christian van der Waere ook aanwezig was. En waar dat toch de nadruk werd gelegd op wat ik ook met u wil delen, dat is, beste mensen, bereid u voor. Want het is zo dat de klassieke vakken, het klassieke enige document, zoals dat u en ik dat al jaren kennen, dat gaat eruit. Het gaat er op de eerste plaats uit op een import, op de importzijde. Dus voor importdeclaraties, maar het gaat er ook uit aan de exportzijde. Dus zij die zich daar niet goed op voorbereiden, zij die zich daar niet bij laten ondersteunen door een degelijke software provider, ja, die gaan toch wel voor bepaalde uitdagingen komen te staan. Dus de boodschap is, de nieuwe UCC, de nieuwe datasets, ik zeg altijd, de gegevenselementen zullen de plaats innemen of de plaats zal geruimd moeten worden door het enig document voor deze datasets as such. Nu, als een laatste slide heb ik voor u waar dat u heel wat informatie kan vinden. Hè, want ik kan me voorstellen dat u daar vragen over heeft. Er zijn ook al allerlei werkgroepen geïnitieerd vanuit het Nationaal Forum. Maar u kan op de websites, de weblinks, die ook na het webinar ter beschikking zullen gesteld worden, gaat u, zoals dat u kan zien hier op die volgende slide, ECDM, de annexen, de Delegated Acts, Introductions en dergelijke meer, terug kunnen vinden, waardoor dat u zich een beeld kan vormen van de elementen die hier toch een heel belangrijke rol gaan spelen, namelijk de gegevenselementen of de data-elementen. Tot hier mijn uitleg, Sophie. Ik laat nu heel graag het woord aan jou. Dank je, Luc. En bedankt om eventjes een kader te schetsen waarbinnen dat mijn verhaal dan past. Ik ga jullie nu meenemen op een tocht, een sneltocht, een looptocht, door de verschillende projecten. De eerste slide geeft eigenlijk, hoop ik, al aan dat er op heel korte tijd best wel wat zaken op ons afkomen. Nu, een paar weken, maanden geleden had ik het gevoel van, ik krijg de ene afkorting of nieuwe terminologie naar de andere te horen en ik kan dat eigenlijk niet plaatsen of vertalen naar hoe dat we het vandaag kennen en hoe het vandaag loopt. Nu, ik had het gevoel dat we daar niet alleen in waren, dus vandaar het idee of het doel om eventjes snel alles te overlopen en ook min of meer chronologisch, zodat het voor jullie ook duidelijk is van wat er wanneer ongeveer op ons afkomt.
Ik ga al beginnen met een boodschap dat vorige week op het Nationaal Forum werden, als hier datums zien staan, deze datums, deze timings, werden ook bevestigd door Bert Sieters. Dus ik denk dat we ze ook echt als waar moeten aannemen en er niet van uitgaan dat ze eventueel zullen uitgesteld worden, maar dat het wel degelijk die data is die we hier nu zien verschijnen. Er zijn van sommige topics ook nog niet zo heel veel info beschikbaar. Ik denk dat we allemaal naar dezelfde slides of uitleg of factsheets aan het kijken zijn als het over die topics gaat. Dus ik ga ook niet heel hard inzoomen op elk topic apart, maar het doel is wel om een overzicht te geven en toch een beetje te kunnen kaarten van, en hopelijk dat jullie nadien weten van oké, voor die punten gaan we wel eventjes moeten opletten of in het oog houden. We gaan beginnen met de H7. H7, ik was een beetje te snel, maar dat is eigenlijk al in voege. Dus sinds 1 juli is de H7-aangifte in gebruik genomen. En dat is een aangifte voor low-value goederen. Nu om dat een beetje te situeren van waar komt die en waarom deze als eerste. Sinds januari 2021 is de BTW-vrijstelling op goederen met een lagere waarde, of tot en met 22 euro, komen te vervallen. Met als gevolg dat al die goederen aangegeven moesten worden. Wat betekende eigenlijk dat voor elk pakketje dat per vliegtuig toekomt, vooral binnen de e-commerce moeten we dat een beetje situeren, er eigenlijk een aangifte opgesteld ging moeten worden. Nu, dat is iets wat zowel de economische operatoren als de douane-instantie zelf niet helemaal zegt zitten van dat volume aan aangiftes. Vandaar dat eigenlijk die H7 tot stand is gekomen, die zat er sowieso aan te komen, want die kadert binnen de UCC-wetgeving. Maar die is er als eerste uitgesprongen, net omwille van die BTW-vrijstelling die begin dit jaar is komen te vervallen. Dit is de eerste stap in het nieuwe systeem. Wat bedoel ik met het nieuwe systeem? PLA, NCTS, ICS en zo verder. Vandaag is dat eigenlijk allemaal min of meer gebaseerd op één IT-systeem. En ze gaan daar eigenlijk allemaal verschillende componenten van maken. Waardoor dat die componenten aan zich bestaan, weliswaar gelinkt onderling. Maar stel, ze moeten een aanpassing aanbrengen aan één van die componenten, of er valt er eentje uit, of er moet er eentje een update krijgen, dan wil dat niet per se in één keer betekenen dat al de rest ook buiten strijd is. Dus dat is een beetje het idee waar dat ze naartoe willen. En de H7-aangifte, of de manier waarop dat je die moet aangeven bij de douane, IT-technisch dan, is daar de eerste nieuwe in. Dan komen we tot de volgende. Die staat gepland voor binnen een jaar, oktober 2022. IDMS. IDMS is eigenlijk de vervanger van PLDA-invoer. Dus alle invoeraangiftes die vandaag via PLDA opgesteld worden, dus denk aan opslag in een douane-entrepot, goederen in het vrij verkeer brengen, die gaan in het nieuwe systeem, zijn de IDMS, ingebracht moeten worden. IDMS, Import Declaration Management System, om het even mee te geven. H7 is daar eigenlijk een onderdeel van, want op zich is dat een invoeraangifte, maar dat hebben ze er dus even uitgeplukt om als eerste te behandelen. Een ander weetje, AC4 gaat daar niet onder vallen. Dus voor de PLDA AC4-aangiftes is er vandaag nog niet echt een opvolger gekend. Dus dat gaat wel nog een tijdje in die PLDA AC4 module verder. Maar ik wou het alvast eventjes meegeven. Dus oktober 2022, binnen een jaar, moeten we daar zijn. De volgende, 1 januari 2023, amper 3-4 maanden nadat we de PLDA-invoer hebben moeten omswitchen, gaan we ook de PLDA-uitvoer moeten omschakelen naar een nieuw systeem. AES, Automated Export System. ECS krijgt dan ook een opvolger, zijn de ECS2. Dus nadat we heel de oefening gaan gedaan hebben voor de PLDA-invoer, gaan we diezelfde oefening, mogelijk iets uitgebreider of beperkter, moeten doen voor AES. We hebben PLDA-invoer, PLDA-uitvoer gehad. Dan komen we tot ICS-2. Dat zijn drie datums die hier naar voren springen, want dat is eigenlijk een lopend iets.
ICS2, om het even eerst te kaderen, wat is dat nu juist? Vandaag is er al een ICS-systeem, een import control system. Dat wordt dus vernieuwd, dus dat wordt een import control system 2. Het doel is eigenlijk om safety en security gegevens aan te melden bij de douane. Dit door middel van een ENS-declaratie, een Entry Summary Declaration. Om even daar de flow, of hoe dat juist in elkaar zit. Voor sommige transportmodi gaat er voordat die goederen vertrekken naar de EU al een pre-loading eigenlijk aangifte moeten doorgestuurd worden met een beperkte dataset om aan te geven van kijk, die goederen komen eraan. Zeevracht in combinatie met containers is daar ook, valt daar ook onder, maar zij gaan dan wel degelijk in één keer die volledige ENS-aangifte moeten insturen nog voor dat de goederen vertrokken zijn naar de EU. Voor alle andere transportmodi gaat die gegevens, dus de ENS-declaratie, bij aankomst, dus net voor aankomst, dus maar bij aankomst in de EU gekend moeten zijn. Eens dat die goederen dan in de EU toekomen, gaat er nog een arrival notification volgen om aan te geven van kijk, de goederen zijn toegekomen bij een douanekantoor of een overeengekomen locatie. Waarna dat er dan nog een presentation notification en uiteindelijk de temporary storage declaration kan volgen. Nu, die laatste twee, daar kom ik straks op terug, want dat is een apart systeem. Maar binnen ICS2, als we in berichten spreken, gaat het dus over de ENS-aangifte en de arrival notification. Nu, goed nieuws of geen goed nieuws, dat gaat zich nog een beetje moeten uitwijzen. Er is ook het concept van multifiling in het leven geroepen. Dus meerdere partijen gaan de data kunnen aanleveren om tot een volwaardige of een volledige ENS-aangifte te komen. Hoe dat allemaal in de praktijk gaat lopen, wie wat welke gegevens gaat aanleveren, gaat denk ik nog afgesproken moeten worden en zich uitwijzen, maar op zich is het principe daar. Dus als er vroeger altijd alle data vanuit één partij moest komen, gaan we dat nu kunnen spreiden. Dat is eigenlijk een beetje het idee van die multifiling. Zoals jullie daar juist zagen, zijn er 3 datums naar voren gekomen als ik het over ICS2 heb. Een eerste fase is al invoegen, dus is al in gebruik. En dat is die pre-loading declaration. Dus post- en expressdiensten die moeten vandaag al een beperkte dataset aanleveren alvorens de goederen vertrekken richting de EU. Dus dat is de fase die vandaag loopt. 1 maart 2023, dus opnieuw in 2023, gaat de luchtvracht een volwaardige ENS-aangifte moeten indienen wanneer de goederen toekomen in de EU. Om dan in een jaar later, in maart 2024, gaan alle andere transportmodi moeten volgen. Dus op zich volgt dat allemaal redelijk snel op elkaar, zeker die in 2023, waarbij dat we ook nu al weten dat we met die PLDA-uitvoer zitten, die ook moet omgevormd worden. Nu, in eerste instantie denk je vooral van ja, dat is voor de vervoerders die daarmee geconfronteerd worden, maar dat is niet zo. Er zijn veel meer partijen die ermee geconfronteerd gaan worden. Enerzijds de vervoerders, zeker wel, maar ook expediteurs, logistiek, verleners en zelfs de importeurs en exporteurs gaan zeer waarschijnlijk data moeten aanleveren om die ENS-aangifte te kunnen insturen in ICS2. ICS2 sluit naadloos aan bij het PNTS-systeem dat ook in die 2023 opgeleverd moet worden. Ergens logisch, omwille van de link tussen ICS2 en PNTS, dat die samen gaan. Maar ook bij de 2023. PNTS, heel eenvoudig uitgelegd, situeert zich hier, vervangt de gekende goederencompatibiliteit. En meer, want vandaag kennen we de GCA, de GCB, dus dat wordt eigenlijk door dat PNTS-systeem vervangen, maar ook NCTS gaat daar ergens zijn weg in vinden en ook aansluiten. Dus via ICS2 ga je die ENS-aangifte indienen en die arrival notification. Van de goederen zijn toegekomen voor eventuele controles. Dan, afhankelijk van de situatie, kan je nog een presentation notification uitsturen om te zeggen van kijk,
ze zijn gepresenteerd, of je kan ineens de temporary storage declaration insturen. Pistes die afhankelijk van de goederenstroom beide een van de twee temporary storage zal sowieso moeten worden, maar er kan die tussenstap van die presentation notification ook nog tussen zitten. Om dan uiteindelijk tot tijdelijke opslag te komen, waarna dat de goederen verder ingeklaard kunnen worden met de gekende invoerdocumenten of transiten of dergelijke. Ik had al gesproken van de multifiling, dus dat meerdere partijen data kunnen aanleveren. Ook hier zal dat hergebruikt worden. Nu, het grote voordeel zou hier moeten zijn dat er ook best wel wat data gerecupereerd gaat kunnen worden vanuit ICS2. Dat is eigenlijk een beetje het idee dat niet elke keer volledig die dataset opnieuw aangeleverd moet worden, maar dat het ook mogelijk is om data te recupereren uit die ENS. Want merendeel zal daar al aanwezig zijn, of toch een groot deel, dus waarom gaan we dat dan niet hergebruiken? Hetzelfde voor transitaangifte. Transitaangiftes. Goederen komen toe onder een transitaangifte. Waarom zouden we informatie die in die transitaangiftes gekend is, niet recupereren in ons PNTS? Uiteindelijk TS-declaratie. Dus dat is het PNTS-verhaal. Dan blijven we nog eventjes in 2023, want dan gaan we ook even kijken naar NCTS. Er komen hier twee data naar voren. NCTS. Sinds 2009 zijn we eigenlijk in een NCTS-systeem aan het werken tot op vandaag. Dus al 10 jaar, meer dan 10 jaar, of zijn we al bezig in eenzelfde NCTS-systeem. Dat gaat dus wijzigen. Nu, concreet, wat houdt dat in? Opnieuw, we hebben die UCC-dataset, dus meer data. Dat is zo'n beetje een definitie die er loopt. Concreet voorbeeld in functie van NCTS. Goederencodes tot 6 cijfers gaan nu moeten opgegeven worden. Iets wat daar vandaag in transitdocumenten niet geen must was, gaat een must worden. Zo zullen er zeker nog andere zaken zijn. Een voordeel, vandaag kennen we al de aangifte type D in PLDA. Hetzelfde principe gaan we ook wel bij transit kunnen toepassen. Dus op zich, het brengt zeker ook wel voordelen met zich mee. Uiteindelijk gaan we 2 jaar later nog naar een fase 6. Maar dat is voornamelijk bedoeld om de interactie op te zetten met andere componenten, andere systemen. Dus die fase 5 gaat uiteindelijk de eindgebruiker of degene die transitaangiftes moet insturen harder voelen dan dat die fase 6 nog met iets met zich gaat meebrengen. Dan komen we, ik ga ze eventjes de restjes noemen, maar dat doen bepaalde topics zeker oneer aan. Maar om niet te ver uit te wijden en niet te ver, te ver te brengen, ga ik deze zaak even overlopen. Maar de eerste, Centralized Clearance Imports, daar kan je op zich een volwaardige presentatie aan wijten. Dus vandaar dat we nu eventjes gekozen hebben om hem zeker te vermelden, want het is een project dat kadert binnen de UCC-wetgeving. Maar meer dan dat gaan we even vandaag niet doen. De POUS, geen idee of we dat zo gaan uitspreken. Proof of Union Status, die zal zich in 2 fases uitrollen. Eerst voor de PLDA T2LF aangiftes en vervolgens ook nog voor de elektronische goederenmanifest. En de laatste, om er nog een afkorting aan toe te voegen, de GUM, het Europees Zekerhedenmanagement System. Dat gaat op Europees niveau gemanaged worden, maar deze situeren zich in 2025. Veraf, niet veraf, dat laat ik in het midden. Maar ik wou het zeker niet onthouden in het volledige overzicht. Dus ik ben er nu even door gelopen, gefietst. Hè? Dus ik heb alle terminologie even geduid. Opnieuw, ja, veel. Iedereen gaat impact ondervinden. Iedereen gaat zich stiltjes aan, denk ik, moeten voorbereiden. Nu, hoe gaan wij als Organi met zulke zaken om? Daarbij haal ik eventjes de e-globalisatie erbij. Uiteindelijk ook een project dat kadert binnen de UCC-wetgeving. Want de dataset die via de elektronische globalisatie ingediend moet worden, is de UCC-dataset.
Ik heb deze eruit gekozen als voorbeeld, omdat we daar vandaag hard mee bezig zijn en om een beetje een verloop van zulke projecten te duiden. Vaak, zeker niet altijd, gaat er een bevraging bij het cliënteel aan vooraf van wie wordt er hierdoor geïmpacteerd? En wie gaat deze stap moeten zetten richting de elektronische globalisatie? We hebben dat bijvoorbeeld ook gedaan met de H7. Aangifte waarbij dat bij een eerste bevraging in ons cliënteel er eigenlijk momenteel niet echt nood was om die H7 te ontwikkelen. Daarmee is niet gezegd dat wij die stappen niet zetten of ondertussen aan het zetten zijn, maar dat is een beetje waar we vanuit vertrekken. We zijn die ontwikkelingen gestart op basis van beschikbare mix. Nu, dat is ondertussen, en ik denk dat ik niet overdrijf, 2 jaar geleden, als het misschien zelfs al niet langer is. En ja, mix, dat is iets dat continu evolueert, wat normaal is, hè, want sommige zaken zijn in het begin geweten. Dus ja, wij volgen dat kort op. Wij houden testsessies samen met de CON-collega's bij de douane om alles ja, nauwgezet op te volgen en te ontwikkelen. Ik heb het al een beetje aangekaart. Wij nemen ook deel aan het Nationaal Forum ICT als lid van de CRSMP. En we hebben nu in deze situatie de subwerkgroep globalisatie ook gevolgd. Dus wij beschikken eigenlijk over eerste lijns informatie over al die projecten en hebben dus nauw contact met de personen bij de douane die met deze zaken bezig zijn. Vervolgens, eens dat we daar waren en onze module up and running hadden, hebben we een webinar georganiseerd om onze klanten te informeren. Een beetje een principe, denk ik, dat we in de toekomst meer en meer gaan gebruiken om op een eenvoudige, duidelijke manier ineens iedereen hopelijk voldoende te informeren. We zijn niet gestopt bij onze klanten. We hebben ondertussen ook al 1 sessie gehad met douaneambtenaren om onze oplossing te tonen. We ondervinden dat doordat zij de praktijk zien hoe dat iets uitgewerkt is, dat dat hen ook helpt om te begrijpen hoe dat zij er langs hun kant mee om moeten gaan. Dus dat is zeker iets wat we in de toekomst gaan blijven proberen te organiseren. En momenteel zijn we aan het implementeren bij klanten. Ook dat gebeurt in functie van de e-globalisatie in nauw overleg met de douane. Dus dit geeft een beetje een idee van oké, hoe ga Orgen hiermee om en wat kan ik hiervan verwachten? Waardoor dat ik ondertussen bij het einde, onze conclusies, ben terechtgekomen. Voorbereiding. Dat is denk ik hetgeen waar het nu om draait. Data. Data, data, data. Dat is hetgeen wat we heel vaak herhaald hebben. Data gaat nauwkeurig moeten zijn en van hoge kwaliteit. Want eens dat je data onvolledig is of niet juist, ga je op verschillende punten vastlopen en geeft dat nare gevolgen. Daar ga ik straks nog eventjes op terugkomen. IT-systemen om die data uit te wisselen, ja, worden onmisbaar, waren op veel vlakken al onmisbaar, maar dat wordt alleen nog maar onderlijnd. Waarbij dat ik zou zeggen, ja, denk zeker een keer aan een organie wanneer dat je die zaken aan het bekijken bent. Je hebt enerzijds de IT-systemen, maar anderzijds moeten de mensen die die data gaan moeten uitwisselen, verzamelen, weet ik het, ook training krijgen en ondersteuning om ermee om te gaan. Dus voor dat laatste puntje denk misschien ook een keertje aan BDO om u daarmee te helpen. En dan gaan we hopelijk al heel ver geraken. Wat als we niet op tijd klaar zijn? Opnieuw. Bart Sieters heeft vorige week die timings bevestigd. Dus ik denk dat we die zeker wel moeten respecteren en weten dat eens het zover is, zal het zover zijn. Bijvoorbeeld voor de e-globalisatie. Als je niet klaar bent 1 februari, dan betekent dat je krijgt geen vergunning e-globalisatie of die wordt ingetrokken en je gaat transactioneel moeten werken. Wat dat grote implicaties heeft voor je operationele flow. Concrete gevolgen. Je goederen gaan gewoon de Europese Unie niet binnengeraken. Als je niet de juiste dataset hebt of niet over voldoende, komen ze de EU gewoon niet binnen. Ze kunnen niet ingeklaard worden. Ook die data, om onze tijdelijke opslag
database, zal ik eventjes noemen, te vullen om daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Als die er niet is, gaan die ook niet ingeklaard kunnen worden. Dus dan zijn ze misschien wel net de Europese Unie binnengeraakt, maar stop het vooral daar. En er gaan mogelijk onnodige interventies zijn, wat mogelijk ook kan resulteren in sancties. Als je zorgt dat die data voldoende is en van hoge kwaliteit, ga je dit mogelijk kunnen verwijderen. Wij zijn alvast uit de startblokken geschoten en we hopen jullie ook. En als dat nog niet zo is, hopen wij dat jullie daar snel tijd voor vrij gaan maken om die zaken te bekijken en op te volgen. En dat brengt mij tot deze slide. Zijn er nog vragen? Ik zie in een chat dat er precies nog zaken zijn. Oké. Een vraag. Is er al een datum vastgelegd voor het verdwijnen van het ID? Ja, dat gaat gepaard met die IDMS, hè? Dus concreet 10 oktober 2022 binnen een jaar. Om daar een antwoord op te geven. Bestaat er ook CCE in de planning? De Centralized Clearance Export. De antwoord ga ik schuldig blijven. Daar is nog niks naar ons toe over gecommuniceerd. Ik weet niet of dat Luc daar zelf iets meer... Ik zal het u geven om ook de misverstanden die daaromtrent zijn even uit de wereld te helpen. Als we praten over Centralized Clearance Export, dan wil dat eigenlijk ook zeggen dat uiteraard... Dus Centralized Clearance Import is zoals dat de deelnemers wellicht zullen weten of niet weten, is eigenlijk de vroeger gekend als, had voorgaand een benaming, namelijk SASP. Dus dat is het Single Authorization of Simplified Procedures. Yeah. Nu, ten eerste is het gericht op economische operatoren die een AIO-status hebben. Dat is ten eerste. En ten tweede is het gericht op economische operatoren AIO-gecertificeerd, die dus zowel goederen importeren als exporteren vanuit een andere lidstaat dan daar waar zij gevestigd zijn. Dus het is niet enkel zo dat het vanuit een importcontext gaat bekeken worden, maar het is ook vanuit een exportcontext. Dankjewel. Ik hoop en vermoed dat dat duidelijk is. Volgende vraag. Zijn er ook EU-plannen of wetgeving in de pipeline om certificaten zoals Eureen en ATR elektronisch op te maken en te versturen naar klanten? Ik denk, daar durf ik niet direct op antwoorden. Ik weet niet. Ik zie dat de vraag van Patrick Verhoeven komt. De vraag is zeer terecht. En het is zo, Patrick, er is al verschillende jaren een geweldige discussie over de geldigheid via elektronische weg, maar... Ja, het is zoals dat we gezegd hebben bij het begin. Het is van een transactionele naar een system-based approach, waarbij het digitaliseren en het digitaal aanleveren van documenten en ter beschikking stellen en ook een validering van de respectievelijke inhoud en handtekeningen zeker aan de orde is. Wordt daar al een datum op gekleefd? Is mij niet dadelijk bekend, maar daar wordt in ieder geval aan gewerkt, zal ik maar zeggen. Dan nog een voorlopig laatste vraag. Is er een overzicht van welke data er nog nodig gaat zijn? Ik verwijs in eerste instantie eventjes naar de EU-CDM, dus waar dat we die printscreen-gewijs de website hebben getoond waar je eigenlijk al die zaken kan terugvinden. Daar wordt ook in de bronnen naar verwezen in de presentatie die we zullen uitsturen. Concreet, technisch dan, wat dat zeker ook voor ons belangrijk is. Van de meeste zaken, misschien alle zaken, zijn er Europese specificaties beschikbaar. Dus
waaruit we een zicht krijgen op de data die voor elke IT-project nodig zal zijn. Nu, ja, we moeten nog ergens wachten op de nationale, om zekerheid te hebben dat er niet nog extra's bij komen. Voor sommigen, en dan spreek ik bijvoorbeeld over de AES, dus de vervanger van PLDA-uitvoer, de NCTS fase 5 en de PNTS, dus de vervanger van de goederencompatibiliteit, zijn nog ondertussen nationale specificaties beschikbaar. Allemaal voorlopige versies. Wat begrijpelijk is, want ze zijn zelf ook nog het een en ander aan het uitzoeken, maar daar zijn wel al nationale specificaties van gekend. IDMS, PLDA invoer, dus de eerste op ons lijstje, daar ontbreken ze nog. Dus om, denk ik, nu voor jullie op zoek te gaan van over welke data ga, denk ik dat ik naar die EU-CDM-website ga verwijzen, waarbij dat daar wel per type aangifte aangegeven staat wat dat er nodig gaat zijn. Nu, opnieuw, dat is Europees. Dat gaat 90%, 99%, 95% overeenkomen met wat dat het uiteindelijk hier bij ons gaat zijn, maar dat geeft wel een goede indicatie, leidraad van wat dat er zit aan te komen, voor welk type aangifte. Dus ik hoop dat dat een antwoord is op de vraag. Voorlopig zijn dat de vragen, denk ik. Tenzij dat ik er eentje gemist heb. Ik weet niet of dat er nog zijn. We zullen nog eventjes afwachten. Ik zal al naar... Er versprong iets. Ja. Wie zal verantwoordelijk gesteld worden indien de aangeleverde gegevenselementen data bij controle niet correct blijkt te zijn? Zal de douaneagent de dataset manueel kunnen aanpassen? Daar ga ik me eventjes aan onthouden, want ik ben de technische persoon en wij zorgen dat je de data kunt aanleveren. Wie dat invult, dat is voor ons iets minder van belang. Ik weet niet of dat Luc daar weet heeft dat dat wel al vastgelegd is. Wel, dus de datasets of de gegevens zijn in ieder geval gekend. Hè. Er zullen de nodige aanpassingen door middel van ICS2 in het IDMS-verhaal, wat eigenlijk de vernieuwde PLDA zal zijn. Maar het belang om te antwoorden op de vraag van Dimi van Gossum, is, we gaan het originele standpunt niet uit het oog mogen verliezen. Dus er is 1, de rol van directe vertegenwoordiging en het belang van juiste gegevenselementen of data ter beschikking te stellen, gaat meer en meer aan belang inwinnen. Hè? Want het kan niet zo zijn. Dus de waarde en de geldigheid van data-elementen gaat belangrijker en belangrijker worden, zowel voor de verladers, dus de importeurs, exporteurs, en ook de juiste aanlevering daarvan. Ja. Nu, wat er specifiek nog op manuele wijze aan kan aangepast worden, dat vermoed ik, maar dat dient nog verder geconcretiseerd te worden, dat vermoed ik dat, zoals dat je in PLDA... De gegevens kunt manueel aanpassen als er nog een aanpassing moet gebeuren voordat je een definitieve ingave doet of inzending doet. Die mogelijkheden zullen wel bestaan, maar het zal enorm omslachtig worden. Hè? Dus de gekende vakken die er momenteel zijn, gaan verdwijnen. Verdwijnen is een zeer groot woord, die zullen in een ander concept gegoten worden en daar gaan er nog een heleboel bij komen. Hè. Dus dat is niet onbelangrijk. Wie zal verantwoordelijk gesteld worden? Dat is een aangever die zijn verantwoordelijkheid mede zal dragen in de context van de directe vertegenwoordiging. Dus daar heb je zowel de douaneagent als de direct vertegenwoordigde die daar hun rol in zullen spelen als we over directe vertegenwoordiging spreken. Dus daar gaat geen afbreuk aan gedaan worden om het concreet te stellen. Ik hoop dat dat enige duidelijkheid geeft. Als controle niet correct blijkt te zijn, dan zullen de gevolgen zijn voor de respectievelijke stakeholders. De douaneagent zal een controle moeten doen op de datasets
En anderzijds zullen er ook betere service level agreements met de respectievelijke verladers dienen te zijn om de data te bewaken en such. Ik vermoed dat dat min of meer een duidelijk antwoord was. Maar ja, min of meer, er zijn nog veel onduidelijkheden op dat vlak. Ook al zijn de datums dichtbij, dus dat wordt... Ja. Nu, misschien om nog iets bij te kaderen naar Dimi toe. Waar we ook van, met z'n allen mogen van uitgaan, dat is, zoals dat Sophie ook heeft aangegeven... Er zijn twee zaken die zeer belangrijk zijn. Eén, dat is dat enig document verdwijnt. Ja? En we kunnen met z'n allen wel zeggen van ja, het zal allemaal zo geen vaart lopen. Maar het is, zoals dat ik zei, het is een lawine die op ons afkomt en die sneeuwbal gaan we niet kunnen tegenhouden. Dus ik denk dat geen van u allen, en ik denk dat jullie allen daar de ernst wel van zullen zien, maar dat geen een van jullie allen hier aan twijfelt. We kunnen wel denken van ja, het neemt allemaal zo geen vaart bij de douane, of het zal allemaal zijn tijd wel duren, maar ik vrees dat een dergelijke boutade of statement deze keer zeker niet op zal gaan. Dat is een eerste punt. Een tweede punt is dat data en gegevenselementen uitwisseling vanuit die transactionele naar een system-based approach, ja, dat gaat toch wel wat repercussies hebben. Dat betekent ook dat men meer en meer naar green lanes gaat. Dat gaat ook betekenen dat men meer en meer naar een bepaalde vlotheid gaat en snelheid gaat van data-uitwisseling en dergelijke meer. En dat brengt mij naadloos tot data-uitwisseling. Hè. Een van de belangrijke bottlenecks in heel dit verhaal zal ook zijn dat er veel meer platformificatie een rol zal gaan spelen, waarop dat de verschillende platformen of de platformen die ons bekend zijn, zullen gehanteerd worden om die gegevensuitwisseling tot stand te brengen. En dat zal een zeer belangrijk element zijn. En om ook nog aan te sluiten bij uw vraag, Dimi, het gaat vele verdere gevolgen hebben als die data niet juist gaat zijn. Hè? Want het is niet enkel zo dat u moet kijken van, ah ja, goed, de controle op de declaratie of de declaratie-elementen. Maar platformificatie en beschikbaarheid van data gaat ook verder gaan dan dat. Hè? Als de data niet juist is aan de bron, ja, dan gaat dat enorme gevolgen hebben voor het verdere proces. En niet alleen voor de declaratie as such, maar ja, voor heel, laat ons zeggen, de global value chain as such in heel dit verhaal. Ik denk dat we hiermee kunnen afsluiten, want dat dan nog een keer een goede samenvatting was waar het om draait, wat belangrijk is. Het is ook 1 à 11, dus we hebben ons mooi aan onze timing kunnen houden. Moesten er nog latere vragen of dergelijke naar boven komen, ja, u kan ons altijd contacteren en dan gaan wij daar zo goed mogelijk op proberen antwoorden of een oplossing voor voorzien. Dus bij deze wil ik afscheid van jullie nemen en hopelijk horen we elkaar binnenkort.